Welkom bij Topnames. Volgens mij de derde keer dat Maurice de Hond hier te gast is. De allereerste was je, Maurice, 1 juni drie jaar geleden. Daarna ben je komen praten over wat we in die tijd de iPad-school noemden. Inmiddels ben je daar een beetje van afgestapt. Hè? Volgens mij ging het te veel over het apparaat. Ik heb het nooit iPad-school genoemd. Ik heb het model noemde de Steve Jobs-school en iedereen noemde het de iPad-school. Oké, het was meer de Wil Draait Door die ermee begonnen is. Daar begon verschillende ook. Wil Draait Door ook. Ja. Maar goed, het duidt het wel aan. Ja. Dus. Hey, als jij inmiddels na al die tijd die Steve Jobs-school in drie zinnen moet uitleggen, wat zeg je nu? Je bereidt kinderen voor op de toekomst met de mogelijkheden van vandaag, geënt op hun persoonlijke talenten en mogelijkheden. Je bent gedoen uit eigen interesse. Want je dacht, mijn dochter gaat niet naar zo'n school. Niet naar dezelfde school als waar ik heb gezeten. Daar kwam het ongeveer op neer. Volgens mij ben je eerst in het land op plekken begonnen. Of jij natuurlijk niet alleen, maar met de mensen met jou die het ook belangrijk vonden. Dat er een andere scholen kwamen bij bestaande scholen. Hoe oud is je dochter nu? Die wordt bijna 5. Zit ze al op een... Nee, want ze zit momenteel in Amsterdam nog steeds op een traditionele school. Een Montessori school die er net zo uitziet als toen Mark in 1981 naar die school ging. Maar na de zomer beginnen we in Amsterdam, mogen we met 2 nieuwe scholen beginnen. Gewoon publiek gefinancierde scholen. 1 in Nieuw-West en 1 in Zuidoost. En mijn dochter gaat in die Nieuw-West, onze school in Nieuw-West. Ja. Nee. Nou vertel je laatst tegen mij dat als jouw dochter niet naar een van de nieuwe scholen had gekund, dat je serieus had overwogen om er niet naar school te sturen. Nee, ik had haar niet naar school gestuurd. Kan dat? Maar meen je dat nou serieus? Ja, dat meen ik serieus. En dan zit het wel heel diep. Het zit heel diep. En dat merk ik ook nu we zo bezig zijn. En ik ben echt op heel veel scholen geweest. Kijk, iedereen doet ontzettend zijn best in het onderwijs. En ik heb alleen maar ontzettend veel respect voor al die mensen die met die kinderen bezig zijn. Maar het kan toch niet zo zijn dat je anno 2014 de kinderen ongeveer dezelfde dingen leert en op dezelfde manier als je ze in 1985 leerde. De wereld is zo ingrijpend aan het veranderen. En de generatie van mijn dochter is weer een nieuwe generatie, want mijn dochter is al vanaf 1,5 jaar bezig met een iPad. En als ik zie wat zij in die ontwikkeling tot en met nu 4,5 allemaal met die iPad heeft gedaan. En dan moet ik er dus vanuit een behoorlijk digitale wereld. En ze zit niet alleen maar op de iPad, misschien een uur, een half uur per dag. Maar dan moet ik vanuit die digitale wereld haar gewoon zo plaatsen in een vrijwel volledige analoge wereld. En dan onder het mom dat ik het daarmee voor de toekomst voorbereid. En ik denk dat dat gewoon geen juiste insteek is. En het sociaal emotionele, wat ontzettend belangrijk is, dat zou ik ook wel op andere manieren opgelost hebben. Ze heeft een hele grote familie in Cuba. En ze is een heel sociaal kind. Maar om er echt goed voor... Ik heb het ook bij een andere... Dat is jouw persoonlijke drijfveer. Je bent met 1 of 2 scholen. Snake, meen ik. En we zijn in augustus met 7 scholen. Is het een ontzettende overwinning voor jou nu dat aanslaat en dat je ziet dat andere scholen er nu ook mee beginnen? Nou, het is niet... Het woord overwinning vind ik niet het goede woord. Het is ontzettend ik ben ontzettend dankbaar wat er gebeurt. Want ik was vandaag weer in Sneek en gisteren in Almere. 2 van de 7 scholen die begonnen zijn. En er zijn leerkrachten, directeuren, schoolbesturen. Die hebben gewoon de moed om tegen veel van die negatieve media en aandacht en columnisten in gewoon het te doen. En ze worden er zo door beloond door op de wijze waarop die kinderen daarop reageren. Waarop de ouders daarop reageren. En als ik daar ben, zoals gisteren en vandaag, en ook zijn vandaag met een mailgroep van 30 mensen uit het onderwijs die een open dag kwamen bekijken. En iedereen is vol lof van wat daar gebeurt. Waar komt die negativiteit dan vandaan? Die is er een beetje in de media. Hè? En er zijn wat mensen die zeggen van dat ophemelen van die digitale omgeving, het leidt tot kinderen die alleen maar... Kijk, mensen maken een soort karikatuur. Alsof je plan is om als ze 4 zijn, dan geef je ze een iPad. En dan kom je terug. Als ze 12 zijn, dan neem je de iPad terug. En dan vraag je, heb je in die 8 jaar wat geleerd? Nee, natuurlijk niet. Maar wat je doet is, je gebruikt die iPad om gewoon een aantal slagen in het onderwijs te doen die je altijd ambieerde. Ik zie op elke website staan, wij ontwikkelen het talent van uw kind. En dan zeg ik wel eens gekscherend, mijn zoon is 8 en die kan goed programmeren. Hoe ontwikkelt u dat talent dan? En dan merk je dat ze dat niet kunnen. En als jij, en dat is ook heel moeilijk, want als jij 25 leerlingen hebt en 1 leerkracht, hoe kan je dan geënt op het individuele talent van het kind en de individuele mogelijkheden van het kind daar een insteek doen? Nee, we hebben ons onderwijssysteem. Per definitie is een nogal industriële aanpak. En dat was ook de enige manier waarop je dat kan doen. En wat wij doen is door die technologie te gebruiken, zoals we het ook in het bedrijfsleven gebruiken, zoals op andere plekken, om
nogal wat componenten van het werk routinematig te doen. Toegang te hebben tot alle informatie in de wereld. Waardoor je leerkrachten veel meer tijd en aandacht kan laten geven aan kinderen die die tijd en aandacht nodig hebben. Merk je gewoon dat niet alleen die kinderen daardoor gelukkiger zijn, doordat ze een iPad kunnen gebruiken en ook dat ze veel meer eigenaar zijn van hun individuele leerweg. Maar dat eigenlijk het totaal veel bevredigender werkt. Ja. In een paar dingen vind ik nog wel heel interessant. Je gebruikt de naam Steve Jobs School. Mag dat zomaar? Eigenlijk? Nou, ik heb het helemaal in het begin hebben we daar met Apple een gesprek over gehad. En Apple gaat niet over die naam. In Nederland heb je de Einstein School, de Leonardo da Vinci School, de Anne Frank School, de Koningin die School, de Prinses die School enzovoort. En ik wilde eigenlijk maar één school. En toen dacht ik, nou, als lijkt me Steve Jobs is overleden. Als bijvoorbeeld Gates was overleden, dan had ik de Bill Gates School misschien genoemd. Dat is een eerbetoon van mensen die ontzettend veel, ja, voor de samenleving op een bepaalde manier hebben betekend. Maar inmiddels maak je er natuurlijk een beetje een merk van. Het is niet meer één school, maar het is een... Nou, daar is communicatie over, maar tot nu toe, er is... Ik bedoel, we werken begonnen in augustus, weer ontzettend veel aandacht wereldwijd gehad. Ik geloof wel in de 40, 50 landen is er over geschreven. Ik kreeg mails uit meer dan 40 landen, 500 mails ongeveer. Ja, en tot nu toe, ik ben ook in Silicon Valley geweest. En daar is geen bezwaar nog tegen die naam gemaakt. Het tweede wat ik interessant vind is, het wordt snel veel groter, denk ik, dan je aanvankelijke doel. Ja, nee, wordt dit een bedrijf? Wat ga je ermee doen? Ja, nee, het grappige was eigenlijk, ja, ik was alleen maar, had ik doelstelling om 1 of 2 scholen in Amsterdam waar ook mijn dochter naartoe kon gaan. Waarbij trouwens, een van de dingen die ik ook heel belangrijk vind, de school is het hele jaar open. Je hebt flexibele openingstijden. Je kan ook op vakantie gaan in overleg met de school. En niet alleen maar gedurende het moment waarop de vakanties door de overheid zijn bepaald. En ja, en wat gebeurde? Er kwamen gewoon scholen naar me toe en zeiden, wij willen dat concept ook. Ze zeiden, oké, we helpen jullie en gaan beginnen enzovoort. Dus er zijn 7 begonnen. En ik denk dat we na de zomer ergens tussen de 20 en 25 in Nederland zitten. Maar ik ben ondertussen in Brazilië geweest. Er zijn mensen uit Afrika gekomen. Japan, ik bedoel, er komt uit zoveel landen is de belangstelling. Ik heb Noren vorige week gehad, bezoekers, die gewoon kijken wat er aan de hand is. En vervolgens een deel daarvan zegt, wij willen die kant ook op gaan. En wat het businessmodel is, wij vinden onze aanpak is open. Iedereen kan kijken en iemand die aanpak wil doen, be my guest. Ja, die kan je ook niet verbieden. Nee, maar dat wil ik ook helemaal niet. Ik wil andere mensen dat niet onthouden als ze het willen. We delen al onze kennis. Maar waar ga je dan je geld mee? Nou, we hebben een aantal tools ontwikkeld waarmee die school opereert. Dus niet de apps, want die zijn ook breed op de markt. Fantastische apps. Maar we hebben bijvoorbeeld een agendaprogramma op de iPad waarbij je automatisch herkent waar je in dat gebouw bent. En dat de agenda speelt ermee samen rond. Omdat een deel van het onderwijs is gewoon dat je keuze maakt als kind op basis van je eigen ontwikkelingsplan van het aanbod wat er is. En dan ga je dat half uur naar een stilteplein. Dat half uur ga je naar een workshop over taal. Dan een workshop over wat dan ook. Nou, dat is een agendaprogramma dat we hebben. Begrijp ik het goed? Dat ding weet ook dus waar je bent. We werken met iBeacons of zo. Ja, iBeacons in alle ruimtes. En dat betekent dus dat die agenda die houdt ook bij waar je bent geweest en hoe lang. Ja, maar ook waar je bent ingeschreven. Dus de leerkracht weet welke 14 ingeschreven zijn en welke 12 aanwezig zijn. En de andere 2 krijgen een melding dat ze op dat moment niet in de juiste ruimte zijn. Okay. En we hebben ook een web-based app voor de ouders. Dus dat haalt ook enorm veel administratie. Ja, en een web-based app voor de ouders die dat kunnen volgen en die mee kunnen helpen in te schrijven voor workshops. Zich trouwens zelf op kunnen geven omdat ze zelf workshops willen geven. We hebben een virtueel schoolplein per school met augmented reality daarin. We hebben een soort SharePoint, maar dan voor schoolkinderen om met elkaar projecten te doen. We hebben een app, de iDesk Learning Tracker, waarbij je als je bezig bent in apps een feedback krijgt over wat de niveaus zijn, wat de prestaties van kinderen zijn. En dat is een soort, ja, dat noemen we school suite. Een soort combinatie van apps die door die scholen gebruikt kunnen worden om te daar. En dat is het businessmodel. Okay. Dus uiteindelijk ben je ook gewoon een softwarebedrijf? Ja, uiteindelijk. Maar dat was helemaal niet wat de startpunt was. Maar daar is, ja, dat is een logische consequentie van wat we doen. En ook daarvan, ik heb het tot de topmensen bij Apple laten zien. Ook de man die verantwoordelijk is voor onderwijs van Apple wereldwijd. En ze stonden letterlijk met open mond te kijken van wat wij lieten zien. Ja. Hey, hoe makkelijk is het om een eigen school te beginnen?
Nou, in Nederland, dat is weer het mooie van het Nederlandse systeem. Het Nederlandse systeem is zo, dat is waarschijnlijk door die schoolstrijd in het begin van de 20e eeuw. Hè, al die religies met elkaar. En ouders die met voldoende ouders die een school willen starten, die krijgen dan de mogelijkheid voor als je aan bepaalde eisen voldoet. En wij hebben de mogelijkheid gekregen om twee scholen te starten. De gemeente zegt dan ja. Dan kom je in het scholenplan. De gemeenteraad zegt dan ja. Dan gaat het naar het ministerie en die accordeert het. Dan word je gefinancierd conform aan de eisen. Moet je wel in 5 jaar meer dan 300 leerlingen halen. En in dat, als je dat doet, dan krijg je het. De gebouw moet door de gemeente beschikbaar gesteld worden. Maar dan kom je in het begin in een bestaande school waar leegloop is. En dan als je voldoende groei hebt, ga je naar een eigen ruimte. Ik krijg van de overheid, gebaseerd op het aantal leerlingen, een betaalde lumpsum die je moet besteden aan leerkrachten, aan leermiddelen en aan de rest. Ja. Hey, dit is geldt voornamelijk voor de basisschool, hè, volgens mij. Ja. Zijn er ook al plannen voor de middelbare school? Nou, in de eerste plaats zijn er al ontwikkelingen bij ook middelbare scholen van leren op maat. Het bedrijf Pools On, bijvoorbeeld op Honsrug College, zit 1500 kinderen ook met een iPad. Inmiddels van de 2200. Daar zie je dat ook gebeuren, die ontwikkeling. Waar je steeds meer dat het geïndividualiseerde onderwijs krijgt. En aan de andere kant roep ik altijd, ja, mijn kind is nu 5. Het is nog 7 jaar en dan gaat ze naar het middelbaar onderwijs. Maar ik denk dat er zijn. Ik heb het ook wereldwijd gezien. Ik kan me niet anders voorstellen dan tussen 5 en 7 jaar. Vrijwel iedereen in de westelijke wereld, iedere leerling in de westelijke wereld. Het onderwijs met tablets aan de slag is. Maar ja, je weet ook hoe weerbarstig de onderwijswereld is. Dat ja, is maar dat valt wel mee. Weerbarstig aan de bovenkant. Maar ik zie aan de onderkant, bijvoorbeeld in Sneek, was het een school met 70 leerlingen, nu 125. En waarschijnlijk na de zomer 175 met een wachtlijst van heb ik jou daar. In Almere zijn we met de school begonnen. Na de zomer zou dat 4, 5 of 6 zelfs kunnen zijn. Omdat gewoon ouders en leerkrachten zeggen dat willen we gaan doen. Dus je merkt gewoon dat van onderen, dat die ruimte er is. En als ik 5 of 10 jaar geleden de dingen die ik zeg over het onderwijs had gezegd bij het onderwijs, dan werd ik met pek en veren eruit gegooid. En nu zie ik bijna iedereen beamen dat er een problemen zijn. Ik had hier laatst 500 leerkrachten uit Montessori onderwijs en de stelling was, mochten ze op reageren, wij bereiden de kinderen goed voor op de toekomst. En daar zei 20% van de leerkrachten zeiden ja op. Dus dat er een behoorlijk groot probleem is, dat ervaart iedereen. Of een groot deel. Of dit nou voor iedereen de juiste oplossingsrichting is, dan mogen ze zelf kiezen. Mm-hmm. Ik bedoel. Ja. Mag ik naar aanleiding daarvan nog even terugkomen op het businessmodel? Want ik vraag me toch af, weet je, elke school zal natuurlijk dit. Ik ben het met je eens, hè? Over 10 jaar weet je, moet je op deze manier onderwijs geven. Anders snap je helemaal niet volgens mij hoe het werkt. Maar iedere school zal dat op zijn eigen manier willen doen en zal ook op zijn eigen manier die tooling willen ontwikkelen. Van waarom zou dat een gestandardiseerd softwarepakket zijn? Nou, omdat onze aanpak zo anders is dan een normale school. En een first mover, maar er gaan natuurlijk ontzettend veel mensen. Ja, wel, maar ik bedoel, als je de markt bekijkt. Ik bedoel, er zijn ongeveer wereldwijd, in de westelijke wereld geloof ik, 10 miljoen basisscholen. Ik bedoel, je hoeft ook niet iedere basisschool te hebben. Dat hoeft ook niet zulke grote aantallen te doen. Want we zijn ook voornamelijk een virtuele organisatie. En iedere school mag het doen op de manier waarop het wil. Wat ik merk, de scholen die bij ons komen en nu met ons meedoen, willen dolgraag ook onze tools gebruiken. En wat we ook met elkaar doen, we wisselen ook over die scholen heen, over het hele land gezien. Daar zitten Sneek en in Maastricht. Wisselen ook ervaring uit. Dus je bent morgen hebben bijvoorbeeld een groot directeurenoverleg, waarbij de directeuren van al die scholen bij elkaar komen op één plek. En in het begin van het najaar hebben we met alle leerkrachten. En het is ook een soort community die met elkaar deelt. En welke dingen gaan er nog mis als er dan geëvalueerd wordt? Dus al die scholen, welke dingen kunnen beter? Waar zijn jullie mee bezig? Nee, kijk, wat er vooral is het is een transitieproces. Je komt van een situatie hier en je wil naar die situatie daar. Nou, wat wij tegen leerkrachten vooral zeggen is, wees open. Open in je denken. Probeer niet alles te controleren. Laat kinderen je vooral verrassen. Vertrouw ze kinderen ook. Kinderen zitten op school om te leren. En er zit niet een soort heel strak systeem. En je merkt dat dat beloond wordt. Ik was weer vandaag en je krijgt weer zoveel mooie verhalen terug. Ook van die kinderen zelf en van die leerkrachten. Die ook zelf onder de indruk zijn van wat er gebeurt. Maar ja, wat je merkt is, je moet niet in een soort Pavlov-reactie. De directeuren, wat zijn de goede directeuren? Die denken in oplossingen en niet in problemen. Dus zodra je problemen ziet en denkt, jeetje, en je gaat weer een stap terug, dan gaat het mis. Als je daar mensen hebt
hebt die zeggen, oké, is een uitdaging. En daar vind ik wel weer een oplossing voor. Ga je dus stappen vooruit. En ik merk, niet alleen in die scholen waar we begonnen zijn, maar ook weer vandaag contacten. Ik heb net weer een mail gekregen in Zeeland van een school die over wil gaan. En dat zijn mensen, ouders, die gewoon zeggen, wij willen het beste voor onze kinderen. En we gaan het gewoon doen. Hey, wat ouders, als ze het beste voor hun kinderen willen, ook vaak doen, is simpelweg de lijstjes van de Volkskrant of de Trouw. Ik weet niet wie ze precies allemaal publiceren. Hè, maar hoe scoort een school op allerlei punten? Kun je daar al iets over zeggen? Wat zijn de resultaten? Kijk, moet je horen, je bent 6 maanden bezig. Ja. En de CITO-toets die de 8 kinderen in Sneek hebben gemaakt, die trouwens boven gemiddeld waren. Ja? Ja, het is ook onzin om dat aan ons toe te schrijven. Want ze zaten 5 maanden op deze school en 7 jaar op een andere school. Alleen, het is ontzettend slecht als je alleen op een CITO-toets laten bekijken. Want waar gaat het om naar de toekomst? Het gaat om creativiteit, flexibiliteit, samenwerking binnen een globale wereld. Dus het zou ja, dat zijn al die dingen die je net noemde, vind jij volgens mij net zo belangrijk. Hè? Dus dat je je vakantie kan opnemen wanneer jij wil. Ja, dat vind ik. Maar dat je kan samenwerken. Maar dat is een uitvloeisel van iets. Dat die school 7 dagen per week open is. Ja, 5 dagen per week. 5, maar nee, maar ik bedoel, maar als je vakantie. Maar van 's ochtends vroeg tot 's avonds. Ja, al die dingen passen in dat beeld hoe je kinderen in de wereld wil. Ja, maar vooral, ik kwam een student tegen die zei, mijn definitie van een tentamen is dat ik 3 uur moet vergeten dat Google bestaat. En het punt is, ja, en toen kwam ik een Amerikaan tegen. Zei, welke vaardigheid moet je vooral hebben in de wereld met internet? Find, filter en apply. En dat is wat je kinderen moet leren. Dus als je op vakantie gaat en die kind heeft een iPad bij zich, kom dan terug met een film over een dier, je reis. Ga met Google Earth laten zien waar je geweest bent. Enzovoorts, enzovoorts. Dus ook find, filter en apply. Dus een vakantie is een project voor een kind. Wat heel slecht is, een zomervakantie van 6 weken waar je bijna niks doet als kind, is bewezen dat ze terugkomen slechter dan ze weg zijn gegaan. Dus leren is ook een min of meer continu proces. Ja. En dat is geïnspireerd worden door alles. Ja. En het inspireren wordt veel minder gedaan door te zeggen, je bent 9, het is nu december en dan gaan we nu aan breuken beginnen. Ja, pak even een paar reacties van Twitter. Iris Kolen die heeft veel respect voor je. Die was maandag met jou in Almere en heeft het met eigen ogen gezien, dus is nu overtuigd. Jochem Kolen die is wel benieuwd naar waar de grootste weerstand op jouw ideeën vandaan komt. Nou, weet je waar die vandaan komen? Van dezelfde mensen die toen ze Elvis Presley voor de eerste keer hoorden als persoon van 50 jaar, dat verschrikkelijke muziek vond en vond dat al die kinderen die dat mooi vonden op zouden groeien van galg en rad. Dus wat er vooral werkt. Dus er is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Nee, het is niks. Het is vooral generatie bepaald. Het is heel erg normatief. Ik hoor mensen, ja, daar zitten ze de hele dag achter een schermpje. En het moet toch niet zo zijn dat. Mm-hmm. Enzovoort. En mijn punt is, al die vernieuwingen, daar kan je een oordeel over hebben. Maar dat is niet eerlijk. Want dat is een oordeel helemaal bepaald door jouw referentiekader. Je moet er open in zijn. Het zijn kansen en mogelijkheden. De dingen zijn niet beter, niet slechter dan vroeger. Zijn anders. Maar ga in de kracht van zo'n kind mee. In plaats van dat je ze dwingt in vooral een oude situatie. Onder de pretentie dat je ze goed voorbereidt op de toekomst. Maar wat je in feite doet, je legt je eigen verleden en je eigen romantiek uit het verleden en nostalgie, die leg je als een soort dwingende eisen op aan kinderen, die zich ondertussen buiten de school veel meer voorbereiden op die toekomst dan in die school. Ik had vanmiddag het gesprek met die kinderen, want ik vroeg aan ze, ik was bij kind, en die zei van, wat doe je nou als je school uitgaat? Zeiden ze, vooral buiten spelen. Als je bij een andere school komt en de kinderen zegt, dus zodra we thuis komen, gaan we lekker op de computer. Ook dat is een interessant verschil. Terwijl als de mensen die criticus zijn, ze zitten de hele dag achter een schermpje en ze praten nooit meer met elkaar enzovoort. Het is een soort rare beeldvorming, maar die vooral te maken hebben met niet open-minded naar dingen kijken. Mm-hmm. Nee, er is één prachtig filmpje wat ooit de VPRO is uitgezonden. Dat is een man die een column heeft geschreven waarin hij zegt van hoe zouden de kranten geschreven hebben als het andersom was gegaan, als we honderden jaren games hadden gehad en nu zou de boekdrukkunst uitgevonden zijn. Nou, moet je maar even naar zoeken. Maar het is een geweldig verhaal van dat mensen dan gaan zeggen van boeken lezen is slecht, want je bent gedwongen een lineair verhaal te volgen. Boeken lezen is slecht, want je bent gedwongen je eentje te doen, terwijl games een sociale bezigheid is. Nou, zo'n hele column had hij gemaakt. Prachtig, op zijn minst zet het je even aan het denken. Hey,
Is dit nu jouw fulltime werk nu? Nee, ik ben gewoon nog mijn peiling aan het doen. Maar ik heb altijd alles zo... Ik had nooit kantoor. Hè? Ik heb nooit De laptop is het enige wat je nodig hebt, toch? Ja, dat heb ik nog steeds. Dus ik doe gewoon mijn peilingen gewoon daarnaast. Maar ik doe wel heel... Ja, ik ben ook veel in het buitenland. Hè? Dus ook Silicon Valley geweest en in Brazilië. En in Nederland. En het is echt fantastisch. Zo bevredigend. En ook, ik krijg van ouders mails die me danken. En ik krijg verhalen. Echt, en het is, wat je ziet, het is bijna, het is ook zo logisch eigenlijk als wat. Kinderen, die zijn enthousiaster als ze een deel van hun onderwijs hiermee kunnen doen. Bedenk even, je kan goed rekenen. Dat je dan opdrachten doet en vervolgens op de leerkracht moet wachten. Of om het na te kijken, om je volgende opdracht te geven. Terwijl nu de kinderen gewoon in hun eigen tempo doorgaan. En leerkrachten zich vooral kunnen richten op die kinderen die op dat moment het niet kunnen. Maar wat er ook belangrijk is, we maken voor ieder kind, samen met ouders en het kind en de leerkracht, elke 6 weken een individueel ontwikkelingsplan. Alleen dat al, dat kinderen erbij betrokken zijn, ouders erbij betrokken zijn, ouders ook weten hoe kinderen gaan, wat de afspraken zijn. En dat die combinatie maakt dat die kinderen eigenlijk op school veel beter in hun vel zitten. Ja, even nog even terug naar wat Erwin vroeg over jouw eigen rol. Je zegt veel interesse uit het buitenland. Ga je dit nu naar een volgend niveau helpen en hier echt een groot bedrijf van maken? Ja, daar zijn we. Dat kun je natuurlijk niet in je eentje. Nee, er zijn ook mensen die helpen. Dus we zitten een bestuur van Onderwijs voor Nieuwe Tijd. We hebben ook bijvoorbeeld de apps zijn gemaakt door Nederlandse bedrijven die. Ja, gespecialiseerd in die school tool, die agenda en zo. We doen dat schoolplein met mensen, specialisten op het gebied van augmented reality. Daar zijn we het allemaal mee aan het doen. En we zijn nu bezig in een forse financieringsronde. Om zowel de boel scalable te maken en internationaal uit te rollen. Vond interessant, ik was in januari in San Francisco, daar is een school. Dat is Alt School, waar ze ook met iPads werken. Vrij klein schooltje, 20 man. Ik ben er geweest en om mijn verhaal verteld. En ze zeiden, jullie zijn verder dan wij. Die hebben 2 weken geleden $33 miljoen geraced in Silicon Valley. Omdat dat concept wat ze met 20 kinderen in een kleine ruimte in San Francisco hebben. Ja, om dat over Amerika uit te rollen. Dat is voor jou ook geen probleem om geld te winnen? Nou, dat is in Nederland niet echt zo makkelijk. Nee? Maar nee, omdat mensen het gevoel hebben, ja, onderwijs, wat kan je er nou mee verdienen? Terwijl ze niet doorhebben, je hebt ook uitgevers, veel ook best geld mee te verdienen is door het grote massa is. En daarnaast valt het zeker onder de categorie maatschappelijk verantwoord ondernemen. Weet je wat me bijna emotioneel heeft gemaakt? Bijvoorbeeld het verhaal in Sneek, waar dan een kind, dat heet een cluster 4 kind. Een kind dat al 4 scholen af is gegaan, omdat hij ernstige leren en gedragsproblemen heeft. Ik zeg, kom maar, we gaan het proberen. En vervolgens, als ik nu met de school praat, zeggen ze, we weten niet, als we niet wisten wie het was, kunnen we niet meer aan het gedrag zien dat zo'n kind dat had. En dat dan de ouders gewoon bijna met tranen in de ogen de school en mij bedanken, dat ze gewoon hun echte kind weer terug hebben. Vraag van Koppie Dimitri. Wat doet de school aan creativiteit? De vaardigheden die je niet via een scherm kunt leren, zoals tekenen, muziek maken, dat soort zaken. Ja, wat doet een andere school aan creativiteit? Kijk, ook daar wordt het beeld geschetst alsof zo'n kind de hele dag achter een iPad zit. Ik bedoel, schilderen, tekenen, muziek maken. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld is, ik was vandaag, en toen hoorde ik dit verhaal. Aan het eind van het schooljaar wordt er vaak een musical gedaan. En musical gedaan door de school. En die kopen ze dan ergens in en krijgen al die kinderen rollen. Wat ze nu aan het doen zijn met de kinderen van groep 7 en 8. Die zijn nu zelf de musical aan het maken. Die maken ze zijn met de iPad aan het filmen om te oefenen enzovoort. Ze hebben het heet Moord in de App Store. Hebben ze zelf bedacht. En ik verraad volgens mij een geheim. Maar aan het eind wordt de dader gevonden in de Dropbox. Of zo. Dat zijn die kinderen aan het verzinnen. En wat je juist doet is. Je biedt een soort infrastructuur. Waar kinderen hun creativiteit kunnen botvieren. Op elke manier. Mijn dochter. Wat ze ontzettend goed doet is schilderen op papier. Ja. Maar misschien is dat schilderen gestimuleerd doordat ze als 2-jarige, toen ze echt niet kon schilderen, creatieve dingen kon doen met Toka Boka, Taylor op de iPad. Je weet het niet. Ja. Toch zegt Louise Koopman dat het wel heel erg over de vorm gaat. Ook de manier waarop jij erover praat. In plaats van over wat de kinderen leren. Maar de kinderen leren alles. Wat ik bedoel.
De kinderen leren voor een deel hetzelfde als op de normale school rekenen en taal. De basisvaardigheden. Ja, ja. Alleen, wat is nou, ook daar denken we veel te weinig naar over wat nou basisvaardigheden zijn. Wordt nog op de stuurmansschool, leer je dan nog sterren schieten? Of zeggen ze nou, we hebben GPS, dat hoeven we inmiddels niet meer? Wat moeten wij behalve blokletters ook nog schrijfletters leren? Terwijl we nu ze al bijna niet meer doen. Laat staan over 10 of 20 jaar. Wat we vooral die kinderen leren is zelfstandig projecten doen. En bijvoorbeeld een project was over 2 weken. Vertel maar, en dat mag je alleen doen of met z'n 2 of met z'n 3. Wat je over religie hebt gevonden, neem er een onderwerp. Ga dat met elkaar voorbereiden. En ik liep daartussen. En toen waren kinderen van 8, 9, waren allemaal presentaties aan het maken over religie. En vervolgens presenteren ze dat aan de rest. En wat dus de oude manier is, het curriculum is dit onderwerp, dat onderwerp, dat onderwerp. Of bijvoorbeeld als ze op een gegeven moment zijn leerkracht, het onderwerp is medeklinkers. Jullie hebben nou 30 minuten om via internet, kijk, ga maar ergens zitten, op te zoezoeken wat jullie over medeklinkers gevonden hebben. 8 kinderen of zo. Dus daarna mochten ze allemaal 3 à 4 minuten over medeklinkers laten zien wat ze gevonden hadden. De leerkracht sloot uiteindelijk af met een afsluiting over medeklinkers. En die leerkracht die zegt vorig jaar, als ik over medeklinkers sprak, denk ik dat ik in een maand ze minder heb geleerd dan wat ik nu in een uur heb gedaan. Ja, want de vraag waar hij op aansluit, denk ik ook, is hij zei van, hé, je moet je kinderen op de toekomst voorbereiden. Dus die techniek is nu maar, deze techniek is nu dit hulpmiddel, zou je kunnen zeggen. Want die ontwikkelingen op technisch gebied gaan alleen maar harder. Hoe bereid je kinderen voor op een toekomst waarvan we niet weten hoe die eruit ziet? Nou, kijk, een aantal componenten van die toekomst weet je wel. Alleen wat het altijd het domste is, als je de toekomstvoorbereiding juist helemaal binnen die techniek zelf doet. Dus de iPad is een geweldig hulpmiddel. Maar daar leer je ook bijvoorbeeld filmpjes mee maken of via Keynote of Explain Everything je uitdrukken. Maar als dat over 1 jaar of 2 jaar, over 3 jaar of een ander apparaat of met een geïmplantaat chip gebeurt, kan mij wat schelen. De vaardigheid die je moet leren is met alle informatie die er over de wereld is, de juiste te vinden en die zodanig te gebruiken dat voor welk doel je dan ook hebt, je dat kan gebruiken. En dat is een vaardigheid die per definitie altijd nodig is. En dat vooral te doen, niet alleen in je eentje, maar soms met z'n 2 of z'n 3. En niet alleen met mensen van dezelfde taal, maar misschien ook met mensen in een totaal ander land. En dan weet je dat je kinderen creativiteit, flexibiliteit ook brengt. Dat ze onder elke omstandigheden gewoon zichzelfstandig kunnen optreden en gedragen. Maar goed, als ik eens even een round-up probeer te doen. En dan zie je dat op de scholen waar je bezig bent, dat er eigenlijk de reacties alleen maar heel positief zijn. Dat in de buitenwereld de cynisme is en men vaak wat sceptisch is. Maar ook dat je daardoor misschien het wel lastig nog is om dit financieel van de grond te trekken. Nee, dat financieel van de grond heeft niet met dat cynisme te maken. Dat de meeste mensen, ik bedoel, de mensen die, ik heb de laatste 2, 3 dagen met 5 verschillende partijen gesproken. En de een was nog enthousiaster over wat we aan het doen waren dan de ander. Dat komt wel goed. Ja, dat komt wel goed. Maar ja, wat vooral triest is, vind ik, dat mensen door, kijk, als de mensen op die school komen, en we hebben bijvoorbeeld politici als Buma, Roemer gehad, de voorzitter van de PO-raad, Rinda den Beste, allemaal. Die zeiden allemaal, we kwamen sceptisch hier, maar goh, wat is dit goed. Of de man van D66. Kijk allemaal terug, we vinden dit echt zo goed. Dus wat zonde is, al die ouders die van tevoren niet, laat ik zeggen, beïnvloed worden door mensen die met een soort cynisme of zo dat doen. Of leerkrachten of directeuren die niet met een open mind komen kijken. Doen mij niet tekort, maar doen hun eigen kinderen tekort. Oké, wat is jouw roadmap voor het komende jaar, de rest van dit jaar? Nou ja, we zijn nu bezig, die twee scholen in Amsterdam. We hebben aanstaande vrijdag open dag in Nieuw-West. Dus mensen kunnen daar komen kijken. Kunnen zich inschrijven. We hebben, in zo'n school heb je maar x hoeveelheid ruimte. In Sneek hadden we zoveel aanmeldingen dat we ook een wachtlijst hadden. Dus mensen kunnen komen kijken en zich inschrijven. En dan kunnen ze ook die vrije, de hele dag open en zelf ook vakanties. Waarom Zuidoost? In de gemeente Amsterdam mochten we op 2 plekken komen. Dat was Nieuw-West en Zuidoost. En bijvoorbeeld in Almere zitten we in een voorheen vogelaarwijk van 150 kinderen van 45 nationaliteiten. Het gaat daar geweldig. Ja. Betrokkenheid van de ouders is groot. Het is op iedere plek goed. En ik wil juist op alle plekken bewijzen dat dit onderwijs is wat past bij de kinderen van alle culturen. En juist dit soort aanpak brengt mensen ook veel dichter bij elkaar. Dus waar de plek is, maakt mij eigenlijk niks uit. En wat ook
interessant is, want veel ouders zeggen van, ik krijg telefoontjes. Ja, maar ik heb een minimuminkomen of bijstandsmoeder. Maar het is gewoon normaal de school, gefinancierd door de overheid. De iPad wordt vanuit de leermiddelen betaald. Waar een ander een rekenmethode koopt van een uitgever, doen wij dat niet. Dus die kinderen krijgen ook gewoon de iPad in het kader van het feit dat ze op school zitten. En de bijdrage van de ouder is niet meer dan bij welke andere gemiddelde school. Goed, als je nou ziet hoe dit nu gaat, hoeveel van dit soort scholen zijn er in Nederland over 2-3 jaar? In Nederland over 2-3 jaar? Ja. Nou, als je dit soort scholen zegt die het specifiek met ons doen, nou, het zou me niet verbazen als we er al over de 200 zijn. Maar als je praat over scholen waar intensief tablets worden gebruikt, nou, dat zal nog sneller gaan dan het internet tussen naar 1995 ging. Weet je dat bijvoorbeeld in Turkije hebben ze een project Faith. En heeft de overheid 3,5 miljard euro beschikbaar gesteld om de komende 3-4 jaar alle kinderen tussen 4 en 18 op school met een tablet uit te rusten. En ze zijn nu alleen in het selectieproces. Moet het een iPad worden, een Android of een Windows? Erdogan is in Silicon Valley geweest als een vorst ontvanger, kan je je indenken. Ja, maar als je een paar miljard hebt. Ja, maar de eis is dat wie ze kiezen moet ook een fabriek in Turkije bouwen om daar die dingen te bouwen. Stim. Kijk, dat is kenniseconomie. Ja, ja. Oké, okay, nou we blijven het volgen. Wat heb je verder? Want jij doet nooit één ding tegelijk, twee dingen eigenlijk ook niet. Dus dit is je wel. Je peilt, je hebt je scholen, wat doe je daarnaast nog? Genieten van mijn dochter. Okay. Ja, ik had het zeggen, veel meer kan hij toch niet doen, zou ik bijna zeggen. We kennen hem toch? Ja, oh. Ja. Nou, maar het genieten van mijn dochter en mijn vrouw, dat is bij alles het belangrijkste. En via het onderwijs komt dat nog ook erg bij elkaar. Oké, okay. Dank voor je komst. Ja, zeer bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. Streamzilla, bedankt voor de stream. En als je het in het vervolgverhaal wil volgen, je kunt nog 200 uitzendingen kijken met Maurice. We hebben inmiddels bijna 3 jaar aan uitzendingen. Nou, inmiddels een paar honderd afleveringen, een paar honderd interviews. Dus duik nog eens in die archieven via de site of via ons YouTube-kanaal. We zijn er iedere dinsdagavond. Tot de volgende week. Dag. Ik heb een link.